Oké, jongens, gearriveerd bij Jasmine thuis. Ik heb haar gebeld als ze moest komen naar buiten, maar even kijken hoe lang het nu gaat duren. Of misschien gaat ze achterlangs, kan ook. Hey, ik heb zin om mijn haren te wassen. Ja, en ik had dus mijn haren nat. En ik had geen zin om te stylen, dus dit is my normal hair, people. Oké, ik ben dus nu bij de Bakers & Beans met deze chick. Hi. Hi. En ja, we gaan dus nu even kiezen wat we gaan nemen. Weet je het al? Eerste keer, nee. Oh ja, dus ja, eerste keer. En ik heb het ook heel lang niet meer gehad, dus ik moet ook even kijken wat ik ga nemen. Yes, we got our food. Net gegeten, was heerlijk. Of niet dan, Jasmina? Heerlijk. Mm-hmm. Heerlijk. De eerste keer is echt voor herhaling vatbaar. Mooi zo. En we zijn dus nu bij Goody Fruits. Dit is een zaakje, dit is wel een poosje, maar ik wil altijd wel een keer gaan kijken. En dit zijn allemaal shampoo productjes. Maar je kan dus van alles hier gaan halen. Allemaal verschillende nootjes. Kijk dan. Oeh, wat is dat? Oeh, schimmel. En hemels, allemaal verschillende soorten thee. Dit is honing. Kijk dan, dit is allemaal thee, jongens. Dit is allemaal thee. Oeh, even lekker kijken. Goody fruits, foods, dat is het. Ja, zullen we even een rondje stad doen dan? Ja. We zijn in de Waanders geland. Er is een grote boekenwinkel hier in Zwolle. Dat was eerst, of dat is sinds kort, is dat verplaatst naar Broederkerk. Dus het is in een kerk. Het is echt heel mooi. Kijk, het is echt heel erg verbouwd. Die verdiepingen, dat is allemaal dus gemaakt en zo. En dan heb je een orgel hiertje. En het is echt vet leuk. Ik kan hier echt uren lopen. Ik ben ondertussen met deze chick. Volgens mij ziet mijn wenkbrauw er niet uit. Oké, en haar wenkbrauw ziet er niet uit. En dat is ook de reden waarom we naar Nesserim gaan. Daar gaan we nu naartoe lopen. En ja, ik ga ook meteen mijn wenkbrauw fixen als ze daar tijd voor heeft. Maar goed, mijn telefoon viel dus net uit. Toen ik met Jasmine dus onderweg was naar richting Hottebroek. En toen werd ik helemaal gek, want ik wist niet waar ze was. Dus ik ging eerst naar haar huis, ik was niet thuis. En toen ging ik maar naar de wijk, want ze is meestal bij haar tante. Gelukkig was ze daar ook. En ja, dus daar gaan we nu even heen. Naar Nesrin. Please, ik hoop dat ze ook tijd heeft voor mij. Dat zal heel erg chill zijn. En daarna gaan we naar de Jumbo en dan gaan we even lekker chillen. Oké, we zijn van de martelkamer zijn we klaar. Zijn we af voor de komende paar weekjes. Misschien een dikkere broek aantrekken. Ja. Oh ja, ik moet trouwens nog even vertellen wat ik aan heb. Dit is, dit zijn dus Stan Smithjes. En legging is van, volgens mij van New Look. Of van Fila. Ik weet niet. Nee! Oh, knuis. Nee, hoef je niet te kijken, want ik heb een gat in mijn legging. Slechte boeien. En dat weten jullie nu ook. Bij mijn ass. Maar ja, niemand ziet dat als ik zo'n lange trui aan heb. Dat van de Zara is. Maatje M is te groot, maar goed, maakt niet uit. Ik wilde hem heel graag, want deze kleur was precies wat ik zocht. En deze jas is van United Colors of Benetton. En dat heb ik aan. Ja, dat heb ik aan. Mijn tas is van de, ik weet niet, of van de Zara ook. In ieder geval, dat is mijn outfit of the day. Nou, we zijn bij Efken thuis nu. We hebben onze boodschapjes gedaan. Ik zit nu op een mooie veranda. Het is echt vet mooi en lekker warm, jongens. Wauw, heerlijk. Ik ben aardbeien aan het doen, snijden. En Efken is de voorbereiding aan het doen voor de tortilla. Guacamole. Guacamole, ook precies. Guacamole. Oké, de aardbeien zijn gesneden en guacamole is nog in de making. Bijna klaar. Kijk, dit is tussenstand. Het ziet er goed uit, Ef. Het ziet er goed uit. Better.
En dit zijn de aardbeien. Die gaan we ook lekker eten. Ik ga het even in de tweede doen. Dat is te veel. Oké. Okay. Nu komt de cheddar cheese erbij op. Ja, dit is echt KIT weer. Oh, oké. Okay. Oké, okay, jongens. Het zit erin. De nacho zit erin. En we gaan nog even experimenteren met deze, want het is nog niet helemaal zoals we willen. Aardbeien. En deze pudding. Lekker. Oh, ik hou van veel, hè. Oh, schade. Maar niet uit. Ik ding hier, man. Wacht even, wacht even. Oké, okay, de film is gestart. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar we gaan gewoon lekker kappieshaki. Gaan we gewoon lekker filmpje kijken in de tuin. Met allemaal lekkere dingetjes. De Deadlands. Woehoe! Oh, ik zie hem. Oké, okay, het is 7:55 en ik ga nu naar huis. Want ik heb het echt super koud. En als ik hier nog langer blijf, dan is het nog kouder. Plus, ik moet nog een vlog online gooien. Dus dat ga ik eventjes doen, jongens. Komt eraan. Dag maar, dag. Even kijken. Tilly. Nee. Oké, okay, ik ben al een poosje thuis. En ik had Jasmine geappt om te vragen wat zij ging doen. En ze had ook niks te doen. Dus is ze weer hier. Hi. Hi. We weten al wat we gaan doen. En als het goed is hoor je het. Want ja, we hebben even de Nintendo uit de kast gehaald. Nintendo, wat is het? Nintendo Super Nintendo volgens mij. Of nee, niet Super Nintendo zeg ik. In ieder geval die allereerste Nintendo. En Nathanael die is dit aan het spelen nu. Ze wordt lekker een gameavondje. Chill avondje, jullie zelf. Soms wel, hallo, ja, nu ben ik. Nee, hallo. Kijk hoe lang die gaat nog. Ik ben zo weinig van deze spel.
Overdreven. Sorry jongens. Over. Je gaat echt niet mee. Echt next level gewoon. Oh, ik word heel erg agressief. Oh. Oké, ik ben weer aan de beurt. Ik ga nu rustig aan doen, ja? Maar jongens, dat gaan we dus de hele avond doen. Oh, die kijkt. Oh, met die. Oh, ja, vliegende tapijt. Die zijn echt vreselijk. Ja, zij vliegt die. Ja. Oké, okay, we zijn nu spel Super Mario Bros. 3 aan het spelen, want die tweede was niks aan. Dus we vinden deze leuk. Oh ja, deze met die vleugels en zo. Ja, die. Oh ja, die, die. Zo, en dan zo rennen of zo. Ja, dan met dat fluitje. Oké, okay, ik wacht dus al een hele poos totdat deze chick gaat spelen. Ze zit hele te appen. En wat doe jij dan? En ik moet mij even wachten. Nee, je bent aan de beurt. Maar... ik wil heel graag eigenlijk die schietspelletjes spelen van die eerste Mario, die Duck Hunt, maar deze. Maar nee, daar heb ik geen zin in. Ik ben even aan het vertellen, maar we hebben die pistool, die heb ik volgens mij wel, maar ik kan niet vinden. En daar ben ik heel erg veel van. Wij gaan nu richting Jasmine's huis. Yes. Even haar naar huis brengen. Het is 11:50. Zij moet morgen vroeg op. En ik niet. Dus we gaan nu even lekker fietsen. Oh joh, mijn haar. In ieder geval deze vlog sluit ik me af. Sluiten wij af. Bedankt voor het kijken jongens. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Abonneren. Graag. En liken. Liken is precies zo. En deel deze vlog. Jezelf tot de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Woehoe.